Vandaag lezen we een kabouterplopverhaaltje. Gekke lui. Jam, wat ruikt het heerlijk, Liekebaard lui. Hij huppelt naar de paddenstoel van Plop. Met zijn neus hoog in de lucht volgt hij een lekkere geur. Een geur die uit de keuken van Plop komt. Snuift lui. Wortelsoep. Plopje maakt lentewortelsoep. Ik ben gek op lentewortelsoep. Wat voelt lui zich blij? Zo meteen is er heerlijke soep. Het zonnetje schijnt, of toch niet. Er schuift een grote donkere wolk voor de zon. Kletter, 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 het begint te hagelen. Hagelbollen zo dik als pingpongballen vallen uit de lucht. Luier de lui, roept lui. Dat lenteweer heeft best wat grillen. Baf! Lui krijgt een joekel van een hagelbol precies op zijn hoofd. Van de klap gaat lui zwijmelen op zijn benen. Hij ploft als een slappe pop op de grond. Even is lui buiten westen. Maar gelukkig staat hij al snel weer op. Hé maar, wat doet hij nu? Lui huppelt op en neer. Ik ruik wortelsoep en konijntjes zijn gek op wortels. Nu denkt lui dat hij een konijn is. Hij is gek geworden door die klap van die dikke hagelbol. Lui huppelt recht naar de melkherberg. Plop kijkt verbaasd naar de wiepende en springende kabouter. Dag luitje, zegt Plop, gaan we turnen vandaag? Maar lui luistert niet. Hij springt recht naar een emmer met een wortel. De mutspunten van Plop vliegen in de lucht. Hé, geef die wortel eens terug. Lui houdt halt. Die is nu helemaal van mij, zegt lui, want ik ben een konijn en konijntjes hebben veel wortelvitamintjes nodig. Plop begrijpt er niks van. Lui is niet goed snik, wat scheelt er, is hij ziek? Bonk! Nu springt lui met zijn hoofd tegen een tak aan. De emmer met de wortel klettert op de grond. Door de klap van de tak gaat lui alweer van zijn stokje. Plop snelt ter hulp. Luitje, word eens wakker! Plop schudt aan de mouw van lui. Die opent langzaam zijn ogen. Zeg eens wie je bent, vraagt Plop. Lui fronst zijn wenkbrauwen en geeuwt eens luid. Gekke Plop, ik ben lui natuurlijk en daar word ik heel erg moe van. Plop haalt opgelucht adem. Lui doet weer gewoon. Plots vliegen de mutspunten van Plop in de lucht. Plopper de Plop, mijn wortelsoep, die staat nog op het vuur. Uit het raam van de keuken kringelt een dikke zwarte rookpluim naar buiten. En het ruikt heel vies naar aangebrande wortelsoep. Lui kijkt erg siep. Nu krijgt hij geen soep. Maar hij kreeg wel twee flinke builen. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag!